goed. Dag jongens en meisjes. Dag meneer. Goed, ik ben Monus Nasser Ali van de lokale televisie Ishara. Hoe heet jij? Tehila Wongsemito. Sehila? Tehila Wongsemito. Welke klas? Zesde klas. Zesde klas, goed zo. En deze jongeman, camouflage pet, hoe heet jij? Semwai Firnal. Een beetje luid op als het kan. Semwai Firnal. Semwai Firnal, hè? Waar woon jij? Mungo. Mungo? Waarvan Mungo? Lijnweg, daar in de buurt bij je? Santen. Ha? Huh? Santen. Is het een dorp of zo? Is het een dorp, een wijk? Is een wijk. Is een wijk, oké. Goed, en hoe heet jij, meisje? Ik heet Rosa. Vertel wat leuke dingen over je buurt aan de kinderen van Nikeri. Ze luisteren. Wat doen jullie daar op school? Vertel over spelletjes, leuke plaatsen die ik kan komen wandelen. Vertel. Daar hebben jullie toch een park, overkant van Winkel John? Ja? Komen mensen nog sporten daar? Ja. Huh? Wat voor sport doen jullie daar? Voetbal. Of voetbal? Aha. En wat voor sport doe jij? Voetbal. Oh, je speelt voetbal? Ja. Waar speel jij voetbal? Mungo. Mungo zelf? Dingen, hoe heet die? Brunswijkstadion? Ja. Oké, mooi man. En laat ik deze jongeman met die pet vragen. Is het voor het eerst dat je Nikeri bent komen bezoeken? Ja. Is voor het eerst, hè? Ja. Hoe vind je Nikeri zelf? Leuk. Huh? Leuk. En wat bevalt het jou hier? Wat vind je van Nikeri leuk? Markt, wat de mensen, eten of wat? Wat vind je zo leuk? Ik vind markt heel leuk. Oké, okay. En zou je hier willen blijven? Ja. Huh? Ja. Oké, okay, mooi man, mooi man. Huh? En wie is vaker al geweest in Nikeri zelf? Jij. Ja? Hoe heet jij? Ik ben Mildred. Familieleden hier in Nikeri zelf? Nee. Niet nog? Oké, okay, dus vaker in Nikeri geweest. En wat vind je leuk van Nikeri? Ik vind het mooi, het is een leuke stad. Aha. En hoe was ik wel? Soms. Aha. Van elke keer, misschien met de zesde klas. Oké. Okay. En zijn jullie al geweest waar wij in Nikeri boxsheet winnen? Nee. Niet geweest? Nee. Oh, Nikeri winnen ze geen boxsheet hoor. Boxsheet is bij jullie. Wat doen ze wel in Nikeri? Platte reis. Goed zo. Reis en? Bakoven. Wat nog meer? Vis? Ja. De platte geen vis. Dus ja, ik bedoel, onze economisch bestaan hier toch? En wat doet Tom en bij Kommerwijnen? Eigenlijk geen Kommerwijnen, maar Marowijnen dan? Albina? Of Mungo dan? Ja? Ja. Goed. Dan ga ik deze dame vragen. Wie is de districtscommissaris van... Marowijnen. Leo. Theo Leo Sondrejo. Ja? Nee, goed, dat weet ik voldoende. Mag ik ook met een leerkracht praten? U bent de uitschieterleerkracht. Goedemorgen. Goedemorgen. En u bent? Juffrouw Berika Norina. Juffrouw Berika, welkom in Nikeri. Dank u wel. Wat is het doel van deze leuke kinderen hier? Het is een educatieve trip. Ja. We komen van Mungo, gisteren vertrokken. Het ja. gaat erom dat de kinderen dan de grenzen van de districten zien. Ze krijgen ja. dat tijdens de aardrijkskundeles, maar dat ja. zien ze direct. En ze horen vaag hoe de grote reisvelden en nou, dat zien ze alles wat Nikeri heeft. Oké, okay, helemaal vanuit Mungo, yes. aangekomen in centrum Paramaribo. Doorgereisd naar? Naar Koroni. En vandaag in Nikeri. Wanneer keren jullie terug? Zo de heer het wil, morgen. Morgen, welke plaatsen gaan jullie nog aan doen, denk je? We wachten nu op de secretaris ja. van het commissariaat. Ja. Zij gaat ons dan verder beleggen naar een van de reisfabrieken. Ja. Ja. ja, want dat moeten ze bezoeken, hè? Dus dat, maar we moeten even wachten. 10:30 gaan we dan naartoe. Zijn de kinderen een beetje enthousiast? Voor zo'n... Helemaal. Wie bekostigt het geheel? Nou, dit heb ik... Het heeft me heel veel gekost, niet ja. energie, ja. maar ik heb er sponsoring gehad van verschillende mensen, van verschillende kantoren. Ja. En vandaar dat we hier zijn. Kunnen zijn.